beginnen weer met programma nummer 13, de dames 200 meter vrije slag. We hebben nog 11 series te gaan. We beginnen met serie 1. Baan 0 voor het Belgisch Paralympisch Comité Bode Heijn. Baan 1 voor BZNPC Vivian Brak. Baan 2 voor NPC Nederland Dagmar van Hinten. Baan 3 NPC Nederland Manon Vermariën. Baan 4 NPC Nederland Magda Toeters. Baan 5 voor het Belgisch Paralympisch Comité Michelle Fransen. Baan 6 voor de NPC Nederland Dominique Baanders. Baan 7 NPC Nederland Romy Pansters. Baan 8 voor NPC Nederland Inge Belfort. En baan 9 voor IKS ABF Warschau Carolina Stravinsky. Manon Vermariën die aan de leiding gaat van deze 200 meter vrije slag. Alle Paralympische zwemmers, zij zijn zich aan het voorbereiden voor dat WK in Glasgow. En voor hen is ook dit een kwalificatietoernooi. Als eerste tikt aan in baan 3 Manon Vermariën, 2.20.70. En 2.20.70 voor Manon Vermariën is in haar categorie een mooi nieuw Nederlands record. Het is niet zo dat alle afstanden in alle categorieën gezwommen worden in Glasgow, zoals de 200 meter vrije slag. Geen onderdeel voor de zwemsters hier, alleen voor Malou van der Kult en Magda Toeters. S14 categorie. Tweede serie. Oh nee, nog niet. We hebben Carolina Stravinsky, S6 categorie nog in het water liggen, 3.30.82. Dat is de tijd die zij ingeschreven heeft. Zo, Carolina Stravinsky zwemt de laatste meters. 15 meter zo'n beetje te gaan nog voor haar, 200 meter vrije slag. En daar gaat ze aantikken. 4.21.65 voor Stravinsky.
Dan is deze serie compleet.